Een pizzabezorger rijdt op woensdagavond 6 september met 3 pizza's richting de Riebeekstraat in Rotterdam-Zuid. Het is een van de laatste bestellingen van de dag. Maar die verloopt niet zoals hij zich had voorgesteld. De jonge man had op zijn brommertje net zijn bestelling opgenomen. Kwam die hier afleveren op de Riebeekstraat in Rotterdam. Had toch netjes aangebeld. En dan hoort hij ineens een stem achter zich van een onbekende man die tegen hem zegt: ja, ik heb inderdaad de bestelling gedaan. Maar voor de betaling moet je bij 2 anderen zijn en die staan hier op de Tweebosstraat hier achter mij. De jongen loopt naar de Tweebosstraat en daar ziet hij tot zijn schrik 2 jongens met bivakmutsen. In plaats van geld krijgt hij een mes gepresenteerd en moet hij zijn pizza's afstaan. Nou, het waren hongerige overvallers kennelijk. Ja, voor de jongen bleek niks anders over te blijven dan maar terug te gaan naar de zaak en zijn verhaal te vertellen, want hij was behoorlijk van slag. En wij zoeken dan de 3 daders. Van het drietal zijn helaas geen beelden. We moeten het doen met signalementen. De jongen die het slachtoffer aanspreekt als die aankomt met de pizza's heeft een lichte huidskleur en een slank postuur. Hij is ongeveer 1,83 meter lang en rond de 17 jaar oud. Hij heeft blond haar en draagt die woensdag 6 september een trainingspak. De 2 mannen die uiteindelijk de bezorger beroven in de Tweebosstraat hebben donkere kleding aan en dragen dus bivakmutsen. De een is duidelijk langer dan de andere. En ze hebben die avond dus een groot mes of machete bij zich. Als er nou iemand is die deze daders heeft gezien of weet wie het gedaan hebben of andere informatie heeft die naar hen leidt. Nogmaals, de slachtoffer was behoorlijk onder de indruk. Hij is echt bang naar zijn werk teruggegaan. Die loopt er misschien nog wel mee rond en alleen om die reden al willen wij deze zaak oplossen. Dus als je iets weet, laat het weten. Tips zijn welkom via 0800 6070. Of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.